Meneer Wim van der Waal, hoe oud was u toen de oorlog uitbrak? 12 jaar. En waar woonde u? Op Kievitsbrek, waar ik nu nog woon. Waar je nu nog woont? Ja. Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. Wat was het eerste wat u daarvan merkte? Nou, dat zal ik u vertellen. Wij hadden hier een radio. Wij hadden geen elektriciteit, maar we hadden een radio op accu's en een anodebatterij. Dus wij konden Hilversum 1 en 2 ontvangen en Radio Kootwijk, et cetera, et cetera. En die werd 's morgens, als mijn ouders opstonden, werd die radio eventjes aangezet voor het nieuws. En toen kwam het bericht dat de Duitsers ingevallen waren. En toen werden wij dus allemaal uit ons bed getrommeld. Het is oorlog, kinderen. En we waren een gekke tijd tegemoet. Dat was vroeg in de ochtend, blijkbaar. Dat was vroeg in de ochtend. En de zoon van de buurman hier, van Keunings, want daar hebben wij later eigenlijk nog mee gelachen. Keunings, dat was al een ouder man. En die was nogal conservatief. En wij hadden een radio. En dan, die noemde Keunings altijd die stoof. Dat was dus onze radio, dat was een benaming van hem. Toen ging mijn vader, die ging er naartoe en die zegt: Willem, moet eens luisteren, het is niet zo mooi. Met een Duitser is binnengevallen. En jullie, Kees zit in de peil. En ik wil toch hebben dat jullie op de hoogte bent. In de peil, witte... hij was in het leger. Wat zegt u? Kees was in het leger. Kees was in het leger, ja. Die was in het leger. Die was dus, het was mobilisatie. En toen zegt vader Keunings tegen mijn vader: daar witte zeker van die stoof die je daar op de hert hebt staan, zit die. Hebben wij later nog dikwijls mee gelachen, dat begrijpt u wel. Ja, dus... Nou, en ja, het was oorlog, er vlogen vliegtuigen. Er was, ik was met mijn twee broers, was ik hierachter en toen waren er vliegtuigbeschietingen. En dat bleek te zijn op de weg tussen Moergestel en Oorschot, want er waren Franse troepen. En dat was dus eigenlijk het eerste oorlogsgeweld wat wij dus zagen. Hmm. Dat was dus enkele dagen voor Pinksteren. En op de eerste en de tweede Pinksterdag, toen kwamen hier dus veel soldaten, veel, nogal wat soldaten, van de peilraamstellingen, die gevlucht dus waren. En hetgeen wat ze hier konden doen, dat was die jongens helpen en zover ze konden van burgerkleding te voorzien. En toen zijn hier, ik meen eventjes, moet ik even te stellen, een otter en die kwam uit Drenthe. Jan Roos kwam van Numansdorp. Dan was er nog een soldaat die kwam uit Deurne. Als ik me eigen niet vergis, nog eentje uit Veldhoven. En een brok uit Kaatsheuvel. En die zijn toen hier gebleven, maar die Brok uit Kaatsheuvel, die had dus een zus in Tilburg wonen. En toen hebben mijn broer Dree en ik, mijn vader die zei, breng jullie Brok naar Tilburg. En Brok die kreeg de fiets van mijn vader en daar zat ik achterop. Maar toen was het al zover dat wij op de Bossenweg onder Berkel-Einschot, daar waren de Duitse, ik dacht dat er waren van Doodskopper, die waren er al en daar fietsten wij tussendoor. Maar het mooiste van het geval was later nog, toen wij in Tilburg Brok bij zijn zuster afgeleverd hadden, toen moesten wij terug en toen, ik was nog te klein, ik kon niet op die fiets van mijn vader, want die moest ik mij terugbrengen. En toen moest ik tussen de stang zo door met mijn EMB en zo hebben wij die fiets toen naar huis gebracht, ja. En toen is de oorlog begonnen. Of, hebben ze die soldaten die gevlucht waren later nooit achterhaald en krijgsgevangen gemaakt? Die zijn nooit krijgsgevangen gemaakt. Die man uit Veldhoven, meen ik dat hij uit Veldhoven kwam, en uit Deurne, die zijn al gauw teruggegaan. Maar die uit Numansdorp, Jan Roos heette die, en die in Otter, die zijn nog zeker 14 dagen hier gebleven. Hmm. En toen... Otter die moest dus naar Drenthe en toen heeft mijn moeder, die heeft hem voor zover als nodig was geholpen financieel voor de trein, hè, want dat bracht allemaal kosten mee. En Jan Roos die is toen ook weer naar Numansdorp teruggegaan
En Jan Roos, daar hebben wij tot 2 jaar geleden, niet met Janne zelf, want die is eerder gestorven, maar met de zoon nog contact altijd gehad. Ja, ja. En Jan Roos, die kwam dus in 1945, want ik zie het nog gebeuren. Hij was een landarbeider en hij was door de Duitsers achter de ploeg uitgehaald met razzia's. En toen werd hij in Duitsland te werk gesteld. Toen was het hier bevrijd en Jan werd in Duitsland bevrijd. En toen was hij in Eindhoven en toen zegt hij in Eindhoven, je hoeft voor mij niet te zorgen. Als je zorgt dat ik in Oosterwijk kom, dan vind ik mijn plek wel. En ik zie Jan nog aankomen hier op de pad. Hij had een stuk hout op zijn rug en een handdoek hing erachter, want daar zat heel zijn bezit in. En die is toen tot de bevrijding hier gebleven. Ja. Tot mei, dus de overgave van de Duitsers hier gebleven. Ja. Veranderde het leven in Oosterwijk en omgeving bij het begin van de oorlog? Ja, de eerste Duitser die wij tegenkwamen, toen gingen we weer naar de school. Ik en mijn zus, en dat was daar ergens bij de Gemulhoeken in de buurt. En kwamen wij een Duitser tegen en dan reden we, we gingen helemaal linksaf op de weg. Hoor. En het vervende, want die Duitsers die hadden snoep bij er voor de kinderen, dat giftig was. En er gingen allerhande verhalen, was natuurlijk allemaal kletsen. Want dat was niet waar. En dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met een Duitse soldaat. En later toen kwamen die Duitsers wel van Bos en Ven. Die kwamen wel hier, want die kwamen dan om eieren of het een of het ander. En mijn moeder die zegt op een gegeven moment, we hebben geen eieren. En toen een van die kerels, die gaan naar de deur van het opkamertje en die doet de keldertrap open. Hij zit daar liggen eieren. We waren onze eieren kwijt. Die Duitsers zaten in Bos en Ven? Bos en Ven, ja. Daar zaten die, ja. Hebben die daar de hele oorlog gezeten? Die hebben daar heel de oorlog gezeten, ja. Toen zijn ze, ik denk met Dolendinsdag, dat ze gevlucht zijn. Ja, was Dolendinsdag niet op 12 september of zo, ja, 1944? Ja. Ik meen van wel, ja. Ja, ja. En de verhouding tussen de Duitsers en de plaatselijke bevolking, hoe was die? Ja, dat was natuurlijk waar de lieden bij de plaatselijke bevolking die erg bevriend waren met de Duitsers. En de rest van de plaatselijke bevolking die was toch nogal afstandelijk tegen de Duitsers. En dan hadden we natuurlijk de mensen uit het verzet, die moesten er helemaal niks van hebben. Hm? Die mensen die bevriend waren met de Duitsers, zoals u dat noemt, hè? Wat waren dat voor mensen? Ja, dat waren dikwijls toch wel mensen die voor de oorlog, dat noemde ik heel dikwijls van brood en beertjes, hè? Voor de oorlog in de crisisjaren veel armoede geleden. En toen kwamen de Duitsers en nou zal het wel beter worden, want ze hebben in Duitsland bijna geen werkloosheid gekend, want Hitler die ging de autobanen aanleggen en die ging moerassen droogleggen om de bevolking aan het werk te krijgen. Hè. En dan zal het hier ook wel beter worden. Er waren er veel mensen bij en er zijn er natuurlijk ook al bij geweest die te fanatiek waren en er eigen misdragen hebben. Maar ja, dat kan ik niet beoordelen in hoeverre dat ze daar schuldig aan zijn. Die mensen die zijn dus na de oorlog allemaal veroordeeld en er zijn er ook wel bij geweest die in kamp Vught terecht gekomen na de oorlog, onterecht in kamp Vught terecht gekomen zijn, die ik altijd gekend heb en ook na de oorlog nog gekend heb, maar die eigenlijk dood onschuldige mensen waren. Hè? Dus er werd niet maar die misschien een stapje verkeerd gezet had of een verkeerde uitdrukking tegen de een of de andere. En die toen gearresteerd werden. Hè? Ja. Ja, en dan er waren dus ook veel meisjes, verschillende meisjes, die met de Duitsers aangepapt hadden. En die werden ook gearresteerd en in de school gevangen. Maar in Oosterwijk is geen enkel meisje kaal geknipt. Dat is in Oosterwijk niet voorgevallen. Ondanks de verhalen die we daar ondanks eerder over hoorden. Ondanks de verhalen, als ze tegen mij zeggen, in Oosterwijk zijn meisjes kaal geknipt, dan zeg ik geliegd, in Oosterwijk is geen enkel meisje kaal geknipt. Nou, hoe weet u dat? Omdat het gebeurde namelijk overal. Omdat mijn broer, die zat bij de OD, bij de ordendienst na de oorlog.
En die kwam dikwijls op die school waar die meisjes gevangen zaten. Want welke school was dat? Dat was de Johannes en Doperschool. Die school, die, ik weet niet of u dat nog weet, die stond daar laag in. En daar zaten zij, daar zaten dus die meisjes gevangen. Maar daar is geen enkel meisje kaal gekregen. Wat hebben ze dan met die meisjes gedaan? Die zijn later allemaal gewoon losgelaten. Heb ik nooit verder niks van gehoord hoor. Nee. Wel nee. Nee. Er was in Oosterwijk verzet tegen de bezetting. Was dat verzet krachtig of een beetje zwakjes? Nou, zat er ontwikkeling in? Het was zo dat in die jaren, dus dan denk ik in 1942, toen begonnen de onderduikers te komen. En de eerste onderduikers, dat waren mijn studenten die de loyaliteitsverklaring niet getekend hadden. En wat was de loyaliteitsverklaring? En welk jaar dat geweest is, dat ze die loyaliteitsverklaring moesten tekenen, dat weet ik niet. Wat was de loyaliteitsverklaring? Dat ze dus geen verzet zouden plegen tegen de Duitsers. En zeer gehoorzaam zouden zijn, maar verder de inhoud van die loyaliteit. Werd die verklaring alleen maar geëist als student? Ja, voor zover als ik weet wel. En wij hadden hier een student, maar die had de loyaliteitsverklaring ook niet getekend, maar die had iets anders uitgevoerd. Die had iemand van de Groene Politie in Utrecht in de gracht geslagen. En toen is hij gearresteerd. En toen is hij gevangen gezet in het seminarium in Haren. En daar is hij ontvlucht. En toen is hij hier bij ons gekomen. Maar waarom kwam hij hier terecht? Daar waren contacten, denk ik, die er hier waren. Dus dit is een vertrouwd adres? En we woonden achteraf. Ja. En mijn vader was een betrouwbare man. En die was ook niet zo bang. Nou, en toen is hij hier terecht gekomen. Via Jan Lindhorst, geloof ik dat hij heette. Ik heb altijd een buis met Wim Lindhorst en Jan Lindhorst, maar ik dacht dat hij Jan Lindhorst was. En kapelaan Slegers. Kapelaan Slegers, die had er ook iets mee te maken. En dan Lindhorst, die zorgde dat er dus bonnen waren. Want die jongen die moest dus eten, maar hij deed ook nog mee studeren. En die is toen, ik weet niet, maar ik schat ongeveer een half jaar weer hier geweest. En toen is hij naar een andere plek gegaan. En later hebben we nooit niks van gehoord. Wat er dit gebleven is, dat weet ik niet. Was het niet angstig voor jullie om onderduikers onderdak te geven? Je liep natuurlijk voortdurend gevaar dat de Duitsers daarachter kwamen en dat represailles zouden komen. Ja, ik weet niet in hoeverre dat er daarover nagedacht was. En ik weet ook niet of dat verzet kwam uit politieke overtuigingen of gewoon door menselijkheid. Gij zult uw broeders hoeder zijn. Hè? Ja. En ik denk dus dat mijn ouders toch wel veel van dat standpunt uitgingen. Maar toen kwam kapelaan Slegers, die kwam nog hier. En toen hadden wij ook een onderduiker. En kapelaan Slegers die zag mijn vader toen hij hier op het erf kwam. En daar liep die een onderduiker. En die kwam uit Utrecht, uit Achttienhoven. En toen zegt kapelaan Slegers, hé Tienes, wat is er daar voor een? Ze moeten uw mond houden, kapelaan. Maar zo en zo zit hij in elkaar. Oh, dan weet ik hier het adres. Dus. En toen zijn er later nog meer gekomen? Ja, er zijn er nog veel meer gekomen. Die ik op kan noemen, dat was, ik zal er nog wel vergeten, maar ik zal het proberen. Wim van den Brink, die is later met een zus van me getrouwd. En dan die Tom, daar heb ik de achternaam nooit van geweten, die student die ik noemde. Dan is hier bij mijn weten een Joodse man geweest en die heette Joop. Zijn achternaam weet ik ook niet. En daar is mijn vader en mijn oudste zus voor gearresteerd geweest, want hij is verraden. En toen hebben ze dus hier een inval gepleegd, de sigarettendienst, en toen zijn mijn vader en mijn oudste zus zijn gearresteerd. Was u toen thuis toen dat gebeurde? Toen was ik thuis, ja. Hoe ging dat? En dat ging niet als ze netjes, hoe moet ik dat noemen,
Mijn vader, die sigaretdiensten waren Nederlanders hoor. Die zegt tegen mijn vader, ik wil je persoonsbewijs zien. En mijn vader die had zijn persoonsbewijs en die legt hij op tafel. En toen zegt die kerel, vanaf heden ben je gearresteerd. En mijn vader die werd boos hè. Nou, en het is bijna niet te vertellen, maar die zou die vent aangevlogen hebben. En hij had iets in zijn hand ook hoor. Nou, en toen de politie uit Oosterwijk die erbij was, die zeggen, Tien is rustig, het zal allemaal wel meevallen, dus kalmeren hem wel. En toen is mijn oudste zus, die is dus ook meegenomen. En toen zijn ze op het gemeentehuis in Oosterwijk, op het politiebureau in Oosterwijk, zijn ze verhoord. Was er toch nog een politieagent uit Oosterwijk die zegt tegen die van de sigaretdienst, mogen er de verdachten wel bij zijn toen die van de sigaretdienst een telefoontje pleegde naar Den Haag. Maar er was weer een andere politieagent, en die zal ik zijn naam noemen, Piet Berkers, die sprong voor mijn vader en voor mijn zus in de bres. Want er was een brief bij de sigaretdienst gekomen, dat op een woensdagavond toen en toen bij Van der Wouw een Jood afgeleverd was. Ja. En toen zegt Piet Berkers, dat kan niet. Want ik ga woensdag altijd kaarten bij Van der Wouw en ik heb er nooit niks van gemerkt. Man die stak zijn hals uit, hè. Hij ging nooit kaarten bij jullie? Nooit. Nooit, nog niet één keer gebeurd. Maar die verklaring heeft wel geholpen. En die verklaring die werd geloofd en ze kwamen mooi thuis. Ja. Dus, nou, en toen is een tijdje geweest, toen kwam er een jongen hier en die had van niemand aanbevelingen en die kwam vragen dat hij hieronder kon duiken en dat hebben ze geweigerd. En ik denk dat het heel verstandig is geweest, want ik denk dat er eentje is geweest die is geprobeerd, he, misschien ook wel afkomstig uit de SD, dat weet ik niet, die dus geprobeerd heeft... Kunnen we die lui toch niet eens pakken ergens? Ja, jullie waren een zwaar verdacht adres. Ja. Dat is duidelijk natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is nog een mooi verhaal. Daar kwam hier, want oh, vrienden van de Duitsers, wij hadden ook een Duitse vriend. Een Duitse militair, die kwam hier s'avonds buurten. Met al die onderduikers hier? Met al die onderduikers. En dat wist hij? En dat wist hij. En dat was Frans Holzheimer, Vismarkt 22, Gemunden am Main. En hij was banketbakker, 45 jaar oud. En hij moest van die aanstrijker, dat denk ik dat schilder betekent, dat was Hitler, moest hij onder dienst. En mijn vader die had hem ontmoet. Mijn vader die ging klaver maaien voor het paard. En die mocht een kruis steken voordat hij begon. En er stond een Duitser op de weg. Al een oudere Duitser. En die kwam naar hem toe, hij zei, ik ben ook katholiek. Nou, en toen was zijn vader uitgemaakt, hij had een kruiwagen voor. Hij zei, kom maar mee, mens. Nou, en wij zeggen later, hoe komt het daarbij, vader, dat je die mens... Maar die moest ook van de Hitler zitten, maar dat was een betrouwbare mens, dat heb ik zo wel gezien. En op een gegeven moment, kwam hij niet meer, maar toen was hij overgeplaatst. We hebben er ook nooit niks meer van gehoord, maar ik ben later in Gemunden nog wel aan het zoeken geweest. En zijn adres heb ik wel gevonden. Maar hem niet meer? Ja, hij woonde... Nee, en ik heb later op internet gekeken, want wij konden hem niet vinden. En ook niemand van de familie, maar dat Gemunde, het zwaarste stadje in Beieren was, dat door de Hitlerjeugd en de SS is verdedigd en dat hij helemaal in elkaar... Daar was 8 dagen een gevochten om dat stadje, dus er was niet veel meer van over. Er waren heel veel doden. Ja, we hadden misschien naar de pastoor kunnen gaan, want hij was Rooms en die had misschien iets geweten, maar ja, heb ik niet gedaan. Ja. Oorlogsgeweld in en om Oosterwijk. Is er veel oorlogsgeweld geweest hier? Ja, de munitietrein en daar is ook nogal geschoten. De munitietrein? De munitietrein, daar zaten wij ver vandaan, die hebben wij hier... We hebben de rookwolken van de ontploffing, die hebben wij dus wel gezien. En de beschieting door die moskito's, dat konden wij ook zien. Want die vliegtuigen die kwamen hier weer over om er weer eens een keer overheen te gaan. Hè. Maar verder is hier geen oorlogsgeweld geweest. Op de Moergestelse weg,
daar is wel flink gevochten. En in de Hoogstraat en in Oosterwijk op meer plaatsen wel. Maar wij hier in deze hoek hebben weinig oorlogsgeweld gehad. Toen Oosterwijk bevrijd was, toen dat is dus de schotten gebeurd. En wij hadden hier nog niets gezien. Maar toen op een gegeven moment kwam, zagen wij een Humber, dat is een panzerwagen, dat weet ik uit mijn militaire diensttijd. Een Humber en een Brenkerrier, die kwamen dan gereden op. Die een Brenkerrier, dat weet ik wel, daar lag een zieke soldaat op. En toen heeft mijn moeder in nog, die soldaat, heeft er melk voor gehaald om hem een beetje op te knappen. Maar dat waren dus onze eerste bevrijders. En die vroegen toen de weg naar Bos en Ven. Dus die moesten naar Bos en Ven toe. Ze wisten dus dat ze daar Duitsers zaten, maar toen was Bos en Ven al lang leeg. Hè? Ja. 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 Oorlog is nooit een leuke tijd. Maar er waren er toch nog dingen waarvan je zegt, ja, dat was eigenlijk best leuk, ondanks dat het oorlog was. Natuurlijk waren dat leuk. Die onderduikers die hier waren, dat wil ik wel stellen. Die onderduikers, niet ene keer is daar ruzie onder geweest. Niet ene keer. Hoeveel zaten er soms hier? Dus een stuk of 7. En ze sliepen op de zolder. De rode Jan is hier geweest. Jan Henrichite die. En Hans Pieksma, die heb ik genoemd. Wim van den Brink. Piet Mutsaerts. Ik vergeet er zeer beslist. Sjeng Rikke. Niet te vergeten. Een heel Limburger. En Sjeng, die kon ontzettend goed jodelen. En dan gingen wij zwemmen op het Beeldven hier. En dan Sjeng, die lag op zijn rug in het water. En die jodelde dan. Nou, daar waren toch belevenissen door. Dat klonk door die bossen heen dat het geweldig was. Henk Veldhuis uit Oosterwijk is ook nog hier ondergedoken geweest. Hans Gerts is hier ondergedoken geweest. Gerben van Wijngaarden is hier ondergedoken geweest. Ja, oh ja, we hebben ook nog een Rijksduitser ondergedoken gehad. Joop, Jansen. Wat zijn Rijksduitsers? Rijksduitsers, dat waren gewoonlijk jongens of meisjes die vooral na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gekomen zijn. Toen verkeerde Duitsland natuurlijk in een hopeloze toestand. En die werden dan hier opgevangen in Nederlandse gezinnen en opgevoed. Maar die bleven dikwijls hier, want er waren er ook vele bij, denk ik, die ouderloos waren. En die hadden in Oosterwijk zaten er die ook. Maar deze man, die woonde in Eindhoven. Bij welk gezin dat hij grootgebracht is, men natuurlijk onbekend. Maar hij was getrouwd met een zus van de hulp van, ja, of assistenten van dokter Schreider uit Oosterwijk, met juffrouw Giebels. En toen kwam dokter Schreider, die kwam met die Duitser hier aan, met die Rijksduitser, want die had in Rusland een longschot opgelopen. En toen hij genezen was, mocht hij naar huis en toen dook hij onder. En toen is dus dokter Schreider, en ik dacht later kapelaan Slekers had er ook iets mee te maken. Die hebben ze dus hier gebracht. En die is ook een tijd hier geweest, was een heel gevaarlijke mens. Want als ze dus hier een inval, ze hebben toen in de nacht van 15 op 16 oktober, toen is de boerderij overvallen door de Duitsers, door de Veldgendarmerie. Maar wij wisten... Op deze boerderij. Maar wij wisten dat er zou gebeuren. Dat was bekend, ze zaten achter mijn broer aan, de Duitsers, de Veldgendarmerie. En wij wisten dat dat zou gebeuren, dus... Hoe wisten jullie dat? Ik denk, ze hadden in Oosterwijk al een paar mensen opgehaald die van de Wouw heetten. Maar dat waren de verkeerde. Die van de Wouws die ze hebben moesten, die zaten hier achteraf op die boerderij. En daar zijn ze uiteindelijk wel achtergekomen. En toen hebben ze dus in de nacht van 15 op 16 oktober hier die een inval gedaan. Dus dat was de tweede keer dat jullie dit soort bezoek kregen. Maar toen hebben ze dus... wij hier waren de onderduikers weg. En gelukkig Joop, die Rijksduitsers, was hier bij Keunings, hier verderop. Was hij ondergebracht. En de rest, wij hadden hier op dat moment niks. Dat is heel veel evacuees, het oorschot. En waar zijn die onderduikers ondergebracht toen? Ja? Die onderduikers die hier zaten, die zijn even ergens anders naartoe gebracht, hè?
Ja. Waar zijn die heen gebracht? Nou, er zijn er naar Udenhout gegaan, er zijn er hier naar Keunis gegaan. En daarna zijn ze weer teruggekomen? En daarna zijn er wel enkele teruggekomen. Herman Spieksma, die dacht ik daarbij bij Pijnenburg ondergebracht was. Hmm. Dat weet ik niet meer, op verschillende plaatsen zijn die ondergebracht en later zijn die hier teruggekomen. Ja. Ja. Want Hans Spieksma is 1,5 jaar hier geweest in totaal. Ja. De voedseldistributie, hè? Ja. Die werd op een gegeven moment ingevoerd. Hadden jullie veel last van problemen met eten? We hadden een boerderij. En ze hadden ook wel eens een varken in zwart. En dat moest wel. En dat werd dan geslacht. Dat kwam Jan Snoer gewoonlijk doen. Dat was een poelier uit Oosterwijk die ook een beetje de slachtkunst bezat. En die slachtte die varkens. En ze bakten dus brood van roch. En een beetje tarwe dat we hier teelden, maar die groeide hier niet zo goed op die grond. En daar bakte mijn vader een goede boerenmik van. En daar, wanneer het tekort kwam, dan zorgde het verzet er al voor. En vooral mijn broer Dree, die zat er ook in, dat wij rantsoenen kregen. Hè? Die kwamen wel eens ooit tekort, maar het gebeurde toch dikwijls. Zeg maar, dus via het verzet van distributiekantoren die ze overvallen hadden en de bomen geroofd hadden, dat ze voor die onderduikers wat bommen hier afgaven. Hè? Ja. En dat moest ook wel, want anders dan hadden ze niet aan de eet gehouden. We moeten eens kijken, een hoop volk die hier op de zolder zat. Hè? U was van 12 tot 17, was die 5 jaar van de oorlog. Hè? U was 12 toen het begon. Wat hebt u bijgedragen aan de toestand hier in huis, zal ik maar zeggen? Daar heb ik het een en ander om bijgedragen. Och, je leefde mee, met het geheel. Die onderduikers, die waren er. En daar stond eigenlijk niet bij stil. Maar toen, op een gegeven moment, toen kwam Otto Smit. En nog iemand, of dat een Mark van de Snepscheut was, of iemand anders, dat weet ik niet. Maar die kwamen hier aan en die zaten bij Brugman, bij Wim Brugman, ondergedoken, maar die hadden nog op tijd kunnen vluchten. En die vertelde dus dat alles afgezet was en dat dus Wim Brugman gearresteerd was. Maar mijn broer Dree en een onderduiker van ons, die waren naar het dorp met de fiets, om weet ik wat te doen, ergens van de buurten of hoe dan ook. En het was spertijd en die waren nog niet thuis. Nou, en die van recht in die fuik van die Duitsers gereden. Hè? En ik op de fiets, op mijn klompen, in en overal. En hier via het Zwartwegske en de Kiewietslaan. En daar sprongen de Duitsers van mijn fiets halt. En ik zeg, ik ken helemaal geen Duits, maar toch wel een beetje. Ik zeg, ik moest zo'n arts. En ik deed nogal zenuwachtig dat er spoed was. Ja, varen ze dus. En bij de VDH-fabrieken, waar nou die flats staan, de Groene Morg, daar kwam ik ze tegen. Ik zeg, terug jullie, want zo en zo sta ik erbij. En zij, terug. En die hebben toen die nacht bij een boer in een hooiopper geslapen. Maar ik moest ook terug. Maar ik wist de weg binnendoor en ik reed door de watermolensteek, daar was toen ook nog een karspoor. En dan kwam ik bij de Waterhoef uit en dan kon ik van de Waterhoef uit, liep ook weer zo'n karspoor naar de overweg toe. En toen kon ik langs over het fietspaadje, langs de spoorlijn, kon ik hier naar de poortjes waar wij die opname toen gemaakt hebben. En dan kon ik eraf en toen kwam ik hier weer thuis en toen mijn vader en mijn moeder die stonden daar op het paadje op mij te wachten, maar toen kwam ik daar ongeveer en zei, kom, het is allemaal geregeld. Ja, en dan, ik had een vriend, Ties Pijnenburg, en Ties en ik, die hebben we, dat deden we dan op verzoek, brachten wel eens van die ondergrondse blaadjes, en die moesten we dan in Udenhout op een adres afgeven, maar ja, verder was ik ook te jong om daar een deel te nemen. Want ja, daar heb ik altijd gezegd. Ik heb altijd gezegd, Nederland is geen land om een guerrilla-oorlog te voeren. En dat begon op het eind van de oorlog,
begon het er een beetje op te lijken. Maar daar is Nederland geen land voor. Nederland, daar kunnen ze er eigenlijk niet verbergen. In Nederland is geen plaats voor groepen. Net als in Frankrijk. Om een guerrilla te voeren. Spoorlijn opbreken hebben ze hier ook gedaan. Heb ik nooit verstandig gevonden, maar dat is mijn mening. Want als er een moskito gekomen had en die had er een raket op gevuurd, dan was die spoorlijn helemaal vernield geweest. En nou liepen ze het risico dat daar de buurtschap De Gever, want daar was het vlakbij, het was daar achter die boerderijen van De Gever, dat die dus als represaille gestraft zouden worden. Net als op meer plaatsen is gebeurd. Hè? Nou heb ik dus ooit gehoord, daar woonde daar een familie Smetsers. En die trein die ontspoord was, daar zaten ook gewonde Duitsers in. En dat die opgevangen zijn bij de familie Smetsers. En toen de groene polizei daar kwam. En die zagen dus dat die moeder van Smetsers die jongens aan het verzorgen was. Dat ze toen geen represailles genomen hebben. Maar dat is een verhaal wat ik gehoord heb. Dat kan ik niet hard maken. Maar geloof ik het wel. Ja, ja. Op een gegeven moment komt de bevrijding. We hebben het er al eerder over gehad, hè? Ja. Ging dat met veel geweld gepaard? Aan de andere kant van Oosterwijk wel. Want er zijn veel Oosterwijkers zijn toen doodgeschoten. Hè? Ik weet niet precies hoeveel. En er zijn ook nogal geallieerde soldaten gesneuveld met de bevrijding van Oosterwijk. Hè? Maar aan deze kant hebben wij er weinig van gemerkt. Ja. Die kant van de spoorlijn, van bij het kasteel Nemelaar, daar weer wel. Die boerderijen en zo, die zijn er allemaal in brand geschoten. De Duitsers die hadden de brug over die beek daar, die hadden ze vernield. En daar konden de Engelsen met de tanks niet over. En toen de Duitsers die zaten daar in schuttersputten en die hadden de Rijken daar verscholen. Ja, die zijn uiteindelijk toch door de Engelsen verjaagd. Maar ja, dat ging met nodige geweld. En toen is dus de kasteelboerderij is toen ook afgebrand. Ja. En in de Roonse straat in Haren zijn toen bijna al die boerderijen afgebrand. Maar daar hebben wij hier niks van gemerkt. Ja wel een trein beschieten. Tussen bij Keunings en zo. Dat de treinen beschoten werden. Dat gebeurde dus wel. Hè? Maar dat was hier dan toch ook weer enkele honderden meters vandaan. Hè? Ja. En dan breekt het feest er los, hè? Als de bevrijding eenmaal daar is. Hebt u daaraan deelgenomen? Ja, natuurlijk. Dansen op de lint, onder de lichtmast. En Jan Merkelbach, die zorgde voor versterkers. En er werd muziek gemaakt en er werd gedansen. Ja, en door vele meisjes met de Schotten en met de Canadezen gevreden. En veel verkeering uitgeraakt. Ja. Ja, die het ging er nogal wild aan toe, die eerste jaren na de bevrijding. Maar dat heeft voor mij niet zo lang geduurd. Want het was al gauw, ondanks dat ik dus in de oorlog toch ook wel het mijne en hier thuis het onze aan bijgedragen, werd ik toch nog voor 2 jaar en 9 maanden naar Indonesië gestuurd. Als dienstplichtig soldaat. Dus de oorlog die duurde voor mij toch nog bijna 3 jaar langer. En niet voor mij alleen, maar voor meer dan 100 Oosterwijkse jongens zijn toen allemaal uitgezonden. Wat vond u daarvan? Hoe ervoer u dat? Zo met de oorlog voorbij en dan opeens weer helemaal in actie in eerste instantie, toen dacht ik, wij moeten daar voor een goede zaak naartoe. Maar toen ik in Indië kwam en ik had die zaak daar bekeken en de armoede van die mensen gezien, toen had ik het wel begrepen. Daar kwam nog bij mijn oudste broer, onze Kees, die was goed bij en die had ik nogal wat geleerd. En toen moest ik naar Indië en toen kreeg ik de Multatuli van hem. Hij zegt, lees eerst deze vers. De Max Havelaar. En de Max Havelaar. En die heb ik gelezen toen ik op de Nieuw-Holland op de boot zat toen ik naar Indië ging. Dus
Ja, dat was geen goede voorbereiding voor de strijd daar. Was geen goede voorbereiding. Nee, nee. Was geen goede voorbereiding. Nee. En het is jammer dat het zo allemaal gegaan is. Het heeft veel slachtoffers gekost. Maar op de dag van vandaag wordt er nogal veel gepraat over de misdragingen van het Nederlandse leger. Maar dat zijn ook allemaal de mensen die, denk ik, nooit niks meegemaakt hebben. Maar je moet even. Ik zeg wel eens, die lieden die denken dat een oorlog een spelletje ganzenbord is. Maar zo is het niet. En de soldaat die uit een gevecht komt, die is niet toerekeningsvatbaar. Als er iemand hier voor het gerecht komt, dan zeggen ze, ja, die man moeten we niet te hard straffen, die is niet toerekeningsvatbaar. Maar wij denken van, een jongen van 19 of 20 jaar die uit een gevecht komt, dat die op dat moment toerekeningsvatbaar is, vergeet het maar hoor. Die is niet toerekeningsvatbaar. En dan zijn er natuurlijk dingen gebeurd die had niet mogen gebeuren. Maar ik blijf zeggen, de procenten kan ik niet noemen. Maar over het algemeen genomen heeft het Nederlandse leger zijn eigen in Indonesië netjes gedragen. Maar er zaten 120.000 soldaten, Nederlandse soldaten. Dat is 1% daarvan. Dat zijn er 1200, hè. En 1200 lieden die kunnen veel onheil stichten. Hè? En dan ook nog misschien officieren, waren ook allemaal jonkies, die ja, ook over de rooien geweest waren en die dingen gecommandeerd hebben die ze niet hadden moeten commanderen. Want ik ken ook wel soldaten die de bevelen geweigerd hebben, hoor. Ja. Maar ja, in een oorlog is geen spelletje aan zijn bord. En dat denken ze, maar zo zit het niet in elkaar. Maar ik heb dat nooit gezien. Ook gelukkig nooit meegemaakt. Ik was bij de geneeskundige troepen. We zaten wel, we moesten wel te velden. Met de infanterie samen het terrein in. Maar net als die jongens van de infanterie, daar heb ik gelukkig niet mee hoeven maken. Is er iets waarvan u zegt, daar hebben we nog niet over gesproken, maar dat wil ik toch nog even kwijt? Ja, die in Duitser heb ik verteld, Frans Holzheimer. Joop, die is die Jood die hier, die wij hier aan wel meer mensen gehad hoor, maar die bleven alleen 's nachts. Hè? Of die kwamen alleen eten en wat daar voor lieden waren, dat weet ik niet, want daar werden wij niet bij geroepen. Hè? Maar Joop, die is door mijn broer, dus André, op de vluchtlijn gezet. Ik denk in België, dat ze over de grens gegaan zijn. En in 1947, toen ik in Indië zat, en de boerderij is toen ook afgebrand in 1947. En toen kwam hier deze boerderij. Deze boerderij, ja. En toen was mijn vader hier op een zondag. En enkele jongens van de Kyoters uit Oosterwijk waren ook hier. En toen kwam hier een grote auto aangereden en dat was Joop. En die was in Zwitserland terechtgekomen en die had een oorlog overleefd. En die zag hier ja, die puinhopen van die boerderij en toen gaf hij mijn vader 80 gulden. En mijn moeder die beloofde niet een horloge, want hij was juwelier, bleek later. En het schijnt ook dat hij heel goed bij kas zat. Nou, na die tijd hebben we nooit niks meer van Joop gezien. En mijn moeder heeft het horloge nooit gekregen. Zo zit dat in elkaar. Ja, Sjeng Rikke, de onderduiker, die heb ik in Indië ontmoet. En die heb ik dus, we zaten nogal buitenaf en toen moesten we op een gegeven moment naar Surabaya. En daar zaten veel mariniers. En in een marinekantine, daar konden een heerlijke uitsnijder eten. Want bij de marine was het beter van eten en drinken en van snoepen en roken als bij de landmacht. En daar ging ik een pilsje vatten en een uitsnijder eten. En ik zit daar te smullen en ik word op mijn schouder geslagen. Sjeng Rikke,
onze onderduiker. En die was vrijwillig bij de mariniers naar Indonesië gegaan. En toen ontmoette hij men daar. En toen zei hij, je moet daar nog van hem waarderen. Hij zei, je moet je ouders nog bedanken voor hetgeen wat ze allemaal voor me gedaan hebben. Want Sjeng Rikke, die kreeg hier een blinde darmontsteking. En die moest naar het ziekenhuis. En toen heeft dokter Schrijder met een auto Sjeng Rikke naar het ziekenhuis gebracht in Tilburg. En daar is hij geopereerd. En daar heb ik hem nog ooit opgezocht. En ik dacht, die Spijnenburg, dat er die ook bij was. En daar lag hij achteraf in zijn kamerken in het ziekenhuis. Maar toen het mooiste van het geval was, de oorlog was voorbij. En toen kregen wij de rekening van de operatie. Die hebben ze nooit betaald hoor, maar toch wel een keer of drie een aanmaning. En toen heette ze Kees, mijn oudste broer, heeft er een verre brief naartoe geschreven. En toen hebben we nooit niks meer gehoord. Ja. Bedankt. Ja.